Het oude hart van de Brabantse textielstad Helmond wordt op een 2 hectare groot kaalslagterrein gebouwd aan een ontmoetingscentrum, of zoals de architect het noemt, een speelhuis. Die architect is de nu 42-jarige Pieter Blom uit Monnikendam, die rondom dat centrale gebouw een groot aantal woningen heeft ontworpen, waarvan er in eerste instantie 60 gerealiseerd zullen worden. Van die door Blom zelf paalwoningen genoemde kubussen zijn er inmiddels 3 gereed gekomen, waarvan de voorste 2 als modelwoning zijn ingericht. Blom, die eerder onder meer al bekendheid kreeg met zijn kasbawoningen in Hengelo, heeft in deze gekantelde kubussen 3 leefniveaus gemaakt voor de verschillende momenten van de dag. Via de buitentrap en de voordeur komen de bewoners langs een binnentrap in het straathuis. Door de lichtinval is er al direct een binding met de buitenwereld. De wijkende wanden geven een sterke ruimtewerking op deze verdieping, die in de voorlopige opzet van Blom bedoeld is voor koken, eten en ontspanning. Hij spreekt hier zelf over het café van het gezin. De huiskamer staat in open verbinding met de keuken. Door op bepaalde plaatsen in die wijkende wanden ramen aan te brengen, heeft Blom gezorgd voor een vanzelfsprekend contact met de buitenwereld, waardoor bijvoorbeeld ook controle op spelende kinderen mogelijk is. Bij de verdere bouw wordt de douchecel van de eerste verdieping verplaatst naar de tweede, die door Blom het hemelhuis is gedoopt, mede vanwege de raampartijen die schuin naar de hemel zijn gericht. De architect heeft op dit niveau de ouderslaapkamer gedacht, maar daarnaast kunnen hier ook ruimtes worden gemaakt voor de individuele leden van het gezin. En dan is er boven in de zeshoekige hoogste punt van de kubus nog een klein kamertje dat verschillende bestemmingen kan krijgen, zoals hobbyruimte, kinderkamer of kleine plantenkas. Bij collega's en publiek heeft ook dit speelse project van Blom opnieuw zowel negatieve als positieve reacties opgeroepen. Maar wat er ook van zijn werk gezegd wordt, hij is in ieder geval een man die breekt met traditionele vormen en die blijft zoeken naar nieuwe architectonische en ambachtelijke mogelijkheden.